Ja, goedemiddag. Ik ben geen groot fan van het Koningshuis, dat zal ik er meteen bij zeggen. Ik verhoud me tot de monarchie, zoals Hugo de Jonge tot theater. Als ik een dagje zonder moet, dan kan dat. En als ik echt een avondje naar iets uit de 19e eeuw wil kijken, zet ik wel een dvd'tje op. Maar sinds gisteren denk ik onophoudelijk aan ons koninklijk paar. Niet omdat ik naar het interview van Matthijs van Nieuwkeek met Maxima heb gekeken, want dat heb ik niet gedaan. Het trok me gewoon niet, een gesprek tussen iemand die geen vragen mag stellen en iemand die geen antwoord mag geven. Ik heb eigenlijk überhaupt niks gezien van alle specials en reportages. Het enige dat ik heb gezien is een persbericht. Dat Zijne Majesteit de Koning bij koninklijke beschikking van 6 mei 2021 aan Hare Majesteit Koningin Maxima het Groot Kruis van de Huisorde van Oranje verleend heeft ter gelegenheid van haar 50ste verjaardag en als waardering voor haar vele verdiensten voor het huis. De versierselen zijn op 17 mei aan Koningin Maxima uitgereikt. En ik heb nog even gecheckt of de koning dit niet gewoon moest doen van iemand anders, want dat is natuurlijk zijn baan. Dingen uitvoeren die iemand anders heeft bedacht. En gelukkig maar, want als hij zelf iets bedenkt is het ofwel een speedboot van 2 miljoen ofwel een vliegvakantie in een pandemie. En dat pakt eigenlijk altijd slecht uit. Dus ik dacht, misschien heeft iemand uit de hofhouding of een minister of Johan Flemings bedacht dat Maxima een prijsje moest en het geregeld en stond Willem-Alexander een beetje gegeneerd die medaille op te spelden. Maar de huisorde van Oranje is van de Oranje zelf. De enige die bepaalt wie er zo'n titel krijgt is de koning. Dus hij heeft het bedacht, hij heeft het geregeld en hij heeft het op 17 mei 2021 dus officieel uitgereikt. Ik zie sindsdien alleen nog maar voor me hoe in de 21ste eeuw een volwassen man zijn volwassen vrouw in de woonkamer van hun enorme paleis een zelfverzonnen prijsje staat op te spelden en hoe daar dan volwassen mensen van de RVD een officieel persbericht over tikken en de wereld inslingeren. En ik weet dat er veel belangrijkere dingen in de wereld zijn. Het Europees Parlement bijvoorbeeld vergadert vandaag over het vrijgeven van patenten op vaccins, zodat ze in de rest van de wereld ook de luxe kunnen hebben om te zeiken over het vaccinatietempo. En ik ben niet heel hoopvol over de Nederlandse bijdrage aan het debat, omdat Nederland vorige week in Europa ook al protesteerde tegen gratis testen. Dat zou namelijk het verdienmodel van de commerciële testaanbieders aantasten. Stel je voor dat niemand meer rijk zou kunnen worden van een pandemie. Dat zou toch de nekslag zijn voor het ondernemerschap in dit land. Het moet toch mogelijk blijven om zonder aanbesteding miljoenen euro's van het ministerie te krijgen. Of mondkapjes in China te kopen en ze met winst aan de Nederlandse overheid te verkopen, zodat die ze ongebruikt in een loods kan laten liggen. Als dat allemaal niet meer kan, hoe moet je dan nog geld verdienen? De Rekenkamer liet vanochtend weten dat het ministerie van VWS afgelopen jaar voor 5,1 miljard aan uitgaven heeft gedaan waar geen duidelijke verantwoording voor is. Ik geloof dat in dat zinnetje het verdienmodel van diverse ondernemers besloten ligt. Ik moest ook lachen om de reactie van het ministerie. Ze gaan forse investeringen doen om de boekhouding weer op orde te krijgen. Nog meer geld uitgeven dus. Zie hier de kleinere en efficiëntere overheid waar de afgelopen jaren zo hard aan gewerkt is. Er werkt blijkbaar niemand meer op het ministerie die zelf mondkapjes kan bestellen of teststraten kan bouwen. Niemand die zelf een fatsoenlijke administratie kan voeren. En dus gaan er miljarden euro's naar bedrijfjes die dat wel even voor de overheid willen fixen. Tel uit je winst. Allemaal dingen om hier uitgebreid over op te winden. Maar ja, ik heb dus alleen maar dat plaatje in mijn hoofd van Maxima die keurig in de houding staat om het Groot Kruis van Willem-Alexander in ontvangst te nemen. En voor wie om dat zinnetje moet giechelen, dat is dus geen metafoor, maar gewoon letterlijk wat er afgelopen maandag is gebeurd. Moest ze knielen? Heeft hij er nog iets officieels bij gezegd? Kreeg ze er een certificaatje bij? Mag ze hem nu voortaan bij officiële gelegenheden dragen? Of alleen in het Huis van Oranje? En op welk lichaamsdeel draag je zoiets überhaupt? En kan zij op haar beurt Willem-Alexander ook een Groot Kruis geven? Voor vader? Dag. Het Koninklijk Huis kost volgens officiële cijfers ruim 45 miljoen euro per jaar. En dat vond ik altijd belachelijk veel geld. Maar nu ik zo gelachen heb en nu ik weet dat Hugo de Jonge in één jaar ruim het 100-voudige bedrag zonder bonnetjes uitgeeft aan ongebruikte mondkapjes en prettesten, vind ik het ineens een koopje. Mijn enige eis is wel veel meer grootkruizen. Om te beginnen eerst maar eens een groot kruis door de begroting van het hele ministerie van VWS. Volg ons op Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.